We zijn aangekomen op de algemene pagina van Edit Basis. Om in te loggen in het platform klik ik rechtsboven in beeld op inloggen. Hier vul ik bij een tray mijn gebruikersnaam in en het wachtwoord. Dit zijn de namen die ik zelf heb aangemaakt. En als ik ingelogd ben, kom ik op de homepage van het platform zelf terecht. Als je voor het eerst inlogt, krijg je een pop-up te zien waarin gevraagd wordt naar je gebruikersnaam en naar je nickname. En als je dat hebt gedaan, heb je een persoonlijke werkplek aangemaakt en dat heb ik hier al gedaan. Hier ben ik dit. Edit Basis is mijn nickname. Die nickname is handig als je materiaal dat je hebt verzameld of hebt gemaakt wilt delen met andere Edit gebruikers. Hier zie ik de laatste bewerkte fragmenten. Dit heb ik dus voor het laatst gedaan voordat ik het platform verliet. En als je begint is dit scherm leeg. Dit is erg handig, want ik kan de volgende dag zien waar ik gebleven ben. En daar weer verder werken aan mijn werkstuk bijvoorbeeld. Hier zie je nieuw toegevoegde bronnen. Dat kunnen bronnen zijn van de redactie. In dit geval zie je een dossier gemaakt door de Edit-redactie over insecten. Maar het kunnen ook bronnen zijn uit de verschillende bronnenbanken. Er kunnen nieuw toegevoegde bronnen zijn van Museum van Volkenkunde, van het Nationaal Archief bijvoorbeeld. Dus zo ben je altijd op de hoogte van de nieuwste bronnen in Edit. Hiernaast zie je de tips. Tips zijn bronnen, fragmenten die vaak zijn gebruikt, vaak zijn aangevraagd. Is er eens een keer iets met Edit, met het systeem, dan vind je hier de systeemstatus. Daar kun je altijd op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Hier zie je nieuwsberichten staan. Op de homepage kan ik al meteen beginnen met zoeken. Dat doe ik hier. Als ik hier een zoekterm invul, zoek je in alle verschillende bronnenbanken in Edit. Ook op alle verschillende bronnen. Je kunt je zoeken specificeren door bij uitgebreid zoeken te gaan zoeken of bij zoeken van A tot Z, op vakkenindex of op leerdoel. Hierover in volgende filmpjes meer.